Deng sama funabe stus dins fu si pali wini da de trinde. Atri ne di de kisia so na fu solugu taki te ramp de da de sabi san fu du en fa fu handel fu ondersteun na gemeenschap. En CCR aini mo ko makandi an a UNDP da de verzorg na training ya so. Deze training is deel van een wat we noemen disaster risk management training. Waarbij we heel Suriname proberen te trainen via de districtscommissariaten om zich voor te bereiden op mogelijkerwijs rampen die zich kunnen voordoen in hun gebieden. Zoals u zult begrijpen, zijn niet alle gebieden in Paramaribo of in Suriname onderhevig aan dezelfde soort rampen. Sommige gebieden hebben overstromingen, andere gebieden hebben andersoortige rampen, daken waaien weg, weet je, dus dat soort dingen. Dus mensen moeten zich wat dat betreft voorbereiden erop. En ook op de manier waarop ze responderen, waarop ze reageren op rampen. En het is dit gegeven dat ons tot het besef heeft gebracht dat wij diverse gebieden moeten trainen op de rampen die bij hun kunnen voorkomen. En daarvoor zijn de mensen die het best aan ons kunnen uitleggen, zijn de mensen van het gebied zelf. En daarom hebben wij dus dit soort trainingen. Normaal gaan wij in de districten zelf om de trainingen te geven, omdat wij ook een gevoel willen hebben van hoe staat het daar, et cetera. Maar we zijn nu bezig met een zeer speciaal district, en dat is het district Sipaliwini. En het district Sipaliwini die heeft 7 bestuursresorten, waaraan allemaal aan het hoofd een districtscommissaris staat. En wij kunnen dus niet naar alle bestuursresorten afreizen, want anders gaan wij buiten de tijd die ons gegeven is om dit project te doen, gaan wij dus buiten die tijd omgaan. Want samen met deze 7 districten hebben we 17 districten in Suriname. En we hebben maar 12 maanden in een jaar. Dus u begrijpt, dit is een manier waarop wij proberen om toch nog binnen een jaar tijd alle districten te hebben bereikt.